vanaf dat je geboren was, heet jij gewoon een soort van Klolly. Ik weet eigenlijk niet of ik met dit slijmpje daarbij wil. Super leuk dat je er bent. Ja. Vind je het ook leuk? Ja, natuurlijk. Yes. Hey, we kennen jou natuurlijk als Klolly Games. Maar je heet eigenlijk Dante, toch? Ja. Nou, vraag ik me dus heel erg af, waar komt die bijnaam Klolly Games nou vandaan? Kijk, het is heel simpel. Toen ik echt iets van 1 was of zo, toen noemden mijn ouders me altijd Klolly. Waarom? Maar eigenlijk was het, ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom. Maar ik vond dus Dante Games niet zo passen. Ja. En toen dacht ik, ja, Klolly Games past wel. Echt vanaf dat je geboren was, heet jij gewoon een soort van Klolly? Ja. Dat was eigenlijk ook zo'n beetje het enige waar ik naar luisterde. Oh ja? Ja. Want vertel eens, wat zet je allemaal op je kanaal? Ik maak gaming video's, Fortnite, Roblox en gewoon af en toe wat spellen zomaar. Ja. En ja, je bent hier vandaag natuurlijk omdat je genomineerd bent. Ja. Ik heb Choice Awards. Hoe vet is dat? Ja, ik was echt helemaal verbaasd toen ik het hoorde. Ik dacht zo van... Hoe ging dat moment? Wat ging er door je heen? Ja, ik zat helemaal te stuiteren. Ja. Ik dacht echt zo van, wat? Ik vind het wel echt heel vet. Vet, hè? Hij staat hier toevallig achter je. Zo, hij is zwaar. Hij is zwaar, hè? Wow. Vet, hè? Stel je nou voor, jij hebt straks die award gewonnen. Hoe ga je dan, wat ga je dan speechen? Klolly Games! Hey. Super gaaf. Ik wil graag mijn fans bedanken, iedereen die mij heeft gesteund. En ook mijn vader en moeder. Heb jij wel slime gemaakt? Nou, ik heb het wel een paar keer op mijn kanaal gedaan. Ik ben niet de koning daarvan of zo. Ja, dan ben ik heel benieuwd hoe het vandaag gaat. Want we gaan een beetje speciale slime maken. Ik moet namelijk proberen precies dezelfde slime te maken die jij maakt zonder dat ik het mag zien. Laten we beginnen. We hebben een bak lijm, scheerschuim en de kleurtjes. Ja. Yeah. En volgens mij moeten we beginnen met het scheerschuim. Ja. Even goed schuren. Zo. Waarom vind ik dit zo ingewikkeld? Ik ga eerst ook proberen of het goed is. Ja, ik ga ook een beetje roeren. Ja, dat is wel slim. Dan moet ik eens gaan bedenken wat voor kleur jij gaat kiezen. Oh. Ik weet dat jouw logo is rood met zwart en wit. Ja. Dat heb ik expres opgezocht. Maar goed, dit is dit rood? Ja, dit is wel een soort van rood. Maar ja, daar kan je dus dan misschien ga ik ook iets anders doen. Ja. Of je kan ook nog mengen. Misschien moet er meer scheerschuim bij mij. Dat is echt lekker als je het doet. Doe jij er een kleurtje bij? Ja, oké. Ik doe er alvast een kleurtje bij. Niet kijken. Nee. Wat zou die delen? Ik weet niet of dit genoeg is. Oh, wat zou je nou hebben? Ja, wat denk je? Ja, ik denk dus, omdat ik dit net heb gezegd, dat je dus dan geen rood kiest. Misschien wel. Ja, misschien ook wel. Oké, nou, ik ga denk ik gewoon voor deze. Is hij mooi bij jou? Oh, hij is zo'n mooie kleur. Oh, ik weet echt niet wat je hebt. Heb je 1 of 2? Ja, dat ga ik niet zeggen. Ik stond wel echt op een punt om het te zeggen. Dat vind ik echt een actie voor mij. Hoe lang heb jij je kanaal eigenlijk al? Klolly Games. Ja, ik heb mijn kanaal nu echt 4 jaar of zo. Maar ik ben echt pas een jaar later... Ja, ik ben een jaar later echt begonnen. Oh, ja. Dus eigenlijk ben ik 3 jaar bezig. Maar ik vond het gewoon leuk om dat editen uit te zoeken. Ja? Om uit te zoeken hoe het werkt gewoon. Hoe oud was je toen je begon? 9 en ik ben nu 12. Oh. Ik vind het heel leuk om programma's uit te zoeken. Oh. Ja, bijvoorbeeld een 3D modeling programma of zo. Of een programma waar je games mee kan maken of dat soort dingen. 3D modeling programma, ben je 9? Wat knap. Dat is wel echt tof. En het ging heel sloom. Ik had niet heel veel views, maar op een gegeven moment ging het wel hard. Toen had ik 80 abonnees en toen ging ik een video maken dat ik helemaal blij was. Maar toen kwam dus Pokémon Go. Daardoor gingen mijn subs heel erg omhoog. Yeah. En toen kwamen ook nog fidget spinners bij. Toen kwam ook nog mijn parodie erbij. Ja, want die heb ik gezien. Die vind ik echt super grappig. Maar je hebt echt sick views daarop, hè? Ja, 5 ja bijna 5 of zo. Miljoen. Ja. Ik kwam er gewoon zomaar op. Ik dacht zo van, ik moet in plaats van een Habiba, moet ik een ander woord hebben. Ja. Wat een beetje goed klinkt en daarna kwam die tekst eigenlijk vanzelf. Ja, misschien hebben we nu ook wel genoeg geroerd.
Ik denk dat het tijd is om even te checken. Oké. Wat voor dier je hebt? Ja, ik ben zo benieuwd. Oké, zullen we het tegelijk laten zien? Je hebt... Oh my god! Oh, gewoon precies goed. Maar echt precies. Ja. Nou, ik heb ook het hele flesje erin gedaan. Ja. Ik kan gewoon jouw gedachten lezen. Ja. En ga ik dezelfde vulling erin doen? Is ook nog een vraag, want daar gaan we niet naartoe. Oké, we hebben onze vullingen voor ons. Even kijken, wat zijn dit? Een soort soldaatjes? Knikkers en pasta. Nou, dat heb jij heel mooi verwoord. Ja. Moeten we eerst de vulling of eerst de lenzenvlies? Eerst de lenzenvlies toe. Oké. En volgens mij mag er best wel veel in. Maar game jij nu dan zeg maar ook elke dag? Ik game niet echt. Het is zeg maar... Mensen denken dat gaming-youtubers echt heel veel gamen. Maar het is eigenlijk... Je gamet een half uur en dan ga je het editen en uploaden. En dat doe je dan weer gamen een half uur. Ik besteed eigenlijk al mijn tijd aan YouTube. Ja. Maar af en toe... Als ik eventjes laat naar bed kan, als vakantie is of zo, dan ga ik wel even een paar uurtjes gamen. Misschien is er wel wat tijd voor wat vulling. Ja, hè? Oké, doe jij er maar een vulling alvast bij. Heel even wachten, ik heb het nog niet gedaan. Maar je kan het ook horen misschien. Ik doe alles erin. Oh, nou. Dat is niet voor jou. Oh, nee. Oh, wat was het nou? Het klonk als deze of deze. Oh nee, wat heb ik gedaan? Wat gebeurt er? Heb je de pasta erin gegooid? Nee, de soldaten. Of de knikkers. Of misschien wel de pasta. Ik denk dat je dit hebt gedaan. Oh wacht, dit was echt het slechtste idee ooit. Oh, dit is echt niet chill. Oké, laten we de baking soda. Voor de baking soda. Ik doe gewoon alles. Oh nou, bij mij ziet het ook wel goed uit hoor. Misschien moet je ook je handschoenen uitdoen. Ja. Oh, geweldig. dit voelt raar. Ja? Het is wel goed. Het is letterlijk echt de eerste keer dat slijm is gelukt. Oh, ik denk dat het tijd is voor de reveal. Oh, je hebt niet iedereen. Ik heb pasta. Oh, toch? Ik hoorde het al een beetje. Oh. Dan is het nu tijd voor een geurtje. Ja, ik ga je ze verruiken. Ja, de eentje is hout. Van een fris toiletluchtje. Ja. En aardbei. Ik doe er wel iets bij. Oké. Doe je het hele potje? Ja, ik veel. Oh, het gaat wel zo lekker zo geluid geven. Maar je ruikt gewoon wat ik heb. Ik ruik het nog niet hoor. Maar jouw kanaal is nu best inmiddels echt mega gegroeid. Wil je dit dan forever blijven doen, denk je? Nou, ik weet niet. Ja, het kan denk ik niet echt forever. Want je verdient er nu gewoon wel geld mee. Ja. Zie je het dan als werk of doe je het nog wel voor de fun? Nou, nog steeds gewoon als hobby. Ik vind het. Ja. Ik ben nooit echt begonnen dat ik een YouTuber wilde worden, zeg maar. Het was meer gewoon, ik vond het leuk. Ja, gewoon grappige video's te maken wat mensen grappig vonden. Ja. Connie, ik denk dat het tijd is voor de review. Yep. Zullen we dit schot weghalen? Ja. Hey, even ruiken. Ik ga bij jou ruiken. Wat heb jij? Weet ik ook niet. Even iets meer uit elkaar halen. Volgens mij hetzelfde. Wat heb jij erin gedaan? Oké, nee, eerst jij. We gaan het gelijk zeggen. Nee, eerst jij. 3, 2, 1. Aardbei. Oh. Nou, je ruikt het ook niet heel erg. Toch? Nou ja. De eindscore is dus eigenlijk wel dat we wel precies de perfecte kleur, kleur hebben. Alleen voor de rest was alles fout. Ik weet eigenlijk niet of ik met dit slijmpje daarbij wil. Ik schaam me een beetje. Nee joh, dit is toch super cool? Of wil je er nog iets bij doen? Alright. Stop het erin. En om het af te maken, mag jij je handtekening hier opschrijven? Hier is... Connie! Hey. The ball. Perfect. Vet. Waar moet ik vind dat we het goed hebben gedaan. Mag er. Nou, ik vind dat je het heel goed hebt gedaan. En ik zie jou waarschijnlijk wel bij de Kids Choice Awards. Toch? Als ik win, ja. Ja, als je win. Dus allemaal stemmen. Ja, en, zeker doen. Allemaal kijken natuurlijk. Doei! Ik ben Danke van Klonny Games en ik ben genomineerd voor de Kids Choice Award. En Klonny Army, stem allemaal op mij.